De drie blaadjes moeten op draad. Ik weet niet of iemand dat al eens vaker gedaan heeft. Ja. Wat ik vanmorgen gedaan heb, is de dames een leuk stukje laten maken. Op een klein schaaltje met een blokje oase. Daar hebben ze op gemaakt wat leuke beginmaterialen, wat groen, wat schors als basis. Daarna voeg je wat versere producten toe, zoals roosjes en gipskruid. Afgemaakt met wat mos, wat leuke items als een gietertje, een beetje sisal, een paar leuke eitjes erin, waardoor het stukje gewoon heel mooi is geworden. En als ze het dan thuis op tafel hebben staan en na ongeveer een weekje zeggen die roosjes van, nou ja, we hebben onze langste tijd gehad, dan vervang je eigenlijk heel makkelijk de roosjes en het gipskruid, waardoor je daarna eigenlijk weer gewoon een heel leuk stukje hebt. De basis is, van het stuk is eigenlijk langer houdbaar. Als de paar kleine verse producten wat erin zitten vervangen worden, kun je er eigenlijk een paar weken heel erg lang plezier van hebben. Dat is eigenlijk mijn uitgangspunt. En u geeft vaker cursus, hè? Ja, ik geef cursus. Ik heb een atelier aan huis. Ja, ideaal natuurlijk als je 's morgens niet 100 kilometer hoeft te rijden naar je werk. Je komt beneden, je eet wat en je kan beginnen. Je kunt aan het werk. Het is een hele leuke ruimte, een gezellige ruimte. Waar ik 12 cursisten in kan ontvangen. Ik heb 2 hele grote tafels. Daar werken 6 mensen per tafel aan. En in het voorjaar, in het herfst en met kerst, dat zijn natuurlijk de belangrijkste items van het jaar waar ik grote cursussen geef. Dan maak je ook een heel mooi groot stuk. Instructies worden gewoon geleidelijk aangegeven in de groep. Iedereen werkt tegelijk en einde van de workshop heb je natuurlijk een leuk resultaat. Onder het genot van een kopje koffie, wat lekkers erbij, een drankje en een hapje en gegarandeerd een gezellige avond. Ja. En u was vrij onder de indruk van wat de mensen hier gemaakt hebben vanochtend. Ja, je hebt te maken met een grote groep van 20 mensen. Ja, dan is het natuurlijk, je wilt natuurlijk dat ze aan het einde van de cursus, en dat geldt ook bij mij in het atelier, naar huis gaan met een mooi stukje. Dus zo hier en daar help je even kort en het ging gewoon supergoed. En na 2 uur hebben ze eigenlijk allemaal met een tevreden gezicht zijn ze gewoon weer naar huis gegaan. Dus ja, wat wil je nog meer? Daar doen we het voor. Ja, precies. Mag ik u bedanken voor het interview? Graag gedaan. Ja, hey, fijne verjaardag. Hè? Ja, gaat dat zo?